Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Op 17 februari 1454 trok de Europese adel naar Lille voor het feest van de Bourgondische koning Philip de Goede. Gasten troffen bij binnenkomst een levensgroot beeld van een naakte vrouw, waaraan een levende leeuw was vastgebonden. En werd bij het langslopen aangeboden een glas te nemen van de uit haar borst stromende kruidenwijn. Eenmaal binnen wachtte hen een spektakel dat in decadentie wellicht enkel overtroffen wordt door een klimaattop in Egypte. Maar daarover meer straks, voorzitter. Het eerste wat de gasten van het feest zouden zien was een tafel met daarop een reusachtige kerktoren, waarvanuit vier zangers de hele avond liederen zouden zingen. Op de volgende tafel stond een immens grote pastei, met daarin verstopt 28 muzikanten. Toen de gasten eenmaal zaten, kregen zij een onnoembaar aantal gangen voorgeschoteld met telkens precies 48 gerechten. En daarna volgde het entertainment. Een wilde man van het Arabisch schiereiland trad binnen op een kameel, op de voet gevolgd door weer een ander met een mechanische olifant. Daarna een ridder in een gouden harnas die een levende fazant droeg, bekleed met goud en edelstenen. Dit alles op kosten natuurlijk van de horigen, of hoe we ze nu noemen, de belastingbetalers. Ja, voorzitter, want tegenwoordig hebben we wellicht geen adel meer, maar de hedendaagse wereldelite is niet minder decadent. Vanaf 6 november aanstaande vliegen zij naar hun feest, de klimaattop. In de zonovergrote badplaats Sharm el-Sheikh in Egypte zullen ze 12 dagen lang vanuit luxe 5-sterrenhotels gaan praten over klimaatverandering en hoe ze dat tegen willen gaan. Enkel onderbroken door de noodzakelijke lunches, zwempauzes en galadinees. Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau en alle andere westerse leiders zullen aanwezig zijn. Ook Nederland is goed vertegenwoordigd. Minister-president Mark Rutte, minister van Klimaat Rob Jette, de minister van Ontwikkelingshulp, de minister van, staatssecretaris van Infrastructuur, hun staf en een zeskoppige kamerdelegatie zullen aanwezig zijn. Dit gelukkige gezelschap mag vanuit all-inclusive resorts genieten van de Egyptische zon, de Rode Zee en lokale lekkernijen om natuurlijk heel belangrijk werk te verrichten voor het klimaat. Voorzitter, het is heel cynisch. Het kabinet en ongeveer alle partijen hier in de Kamer laten de Nederlandse belastingbetaler opdraaien voor hun klimaatbeleid. Er wordt 60 miljard uitgetrokken voor een klimaat- en stikstoffonds. Overal komen honderden miljarden kostende windmolens en zonneakkers. Alle huizen moeten voor een godsvermogen van het gas. Er is een vliegtaks gekomen, die wordt binnenkort alweer verhoogd. Maar ondertussen vliegen de mensen die dit allemaal invoeren de hele wereld over voor allerlei snoepreisjes. Zo skipte minister Jette de algemene beschouwingen om de Global Clean Energy Forum bij te wonen in Amerika. En minister Hoekstra was ook afwezig omdat hij in New York was als voorzitter van de VN-LGBTQI++ groep. Ook volgde hij een hele leerzame paneldiscussie over feministisch buitenlands beleid, waar we als land natuurlijk heel veel aan gaan hebben. Het is hilarisch, maar het is ook heel tragisch. De hypocrisie is onvoorstelbaar. Dezelfde mensen die heel Nederland laten bloeden voor hun klimaatsprookje, trekken zich er zelf helemaal niks van aan. Normale mensen moeten nu uren in de rij staan op Schiphol, omdat we 30% van de vluchten moeten korten voor het klimaat. Er mogen geen woningen meer gebouwd worden door alle belachelijke klimaatregels. Benzine en diesel zijn hier het duurste in vergelijking met heel Europa. Nederlanders kunnen hun energierekening niet meer betalen. Duizenden MKB-bedrijven staan op de rand van het faillissement. En miljoenen gezinnen zitten straks letterlijk in de kou. Voorzitter, ik rond af. Forum voor Democratie wil onmiddellijk stoppen met het peperdure en zinloze klimaatbeleid. Geen 1000 miljard voor misschien in het meest optimistische scenario 0,00007 graden minder opwarming. Wij willen de kolencentrales weer open, zodat de stroom weer betaalbaar wordt. We willen de aardgaswinning in Groningen hervatten, zodat Nederlanders hun energierekening weer kunnen betalen. En niet in de kou hoeven te zitten. We moeten stoppen met dit belachelijke, decadente klimaatgelul en kiezen voor de Nederlanders. Dank u wel. Dank u wel, de heer Jansen, voor uw inbreng. Dat brengt ons tot het einde van de eerste...